Hey, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan Dommelbimt in met vooral het Laarzenpad. Ja, leuk. Ik heb laars al aan. Ja, nou, ik denk dat je daar niet echt mee door het gebied moet lopen. Dit heb je niks, geen fatsoenlijke laarzen bij je. Fatsoenlijk? Ja, dit gaat niet. Moet ik die punten erachter zien? Je bedoelt iets comfortabelere laarzen? Nou, dat dan. Heb je ze bij je? Ja, ik heb nog wel een stuk of zes een paar laarzen. Nou, ga ze gauw halen. Okay. Kom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bokster Natuurlijk. En vandaag zijn we in Dommelbimt, Frans. Ja, in de Dommelbimt. Fantastisch, hè? Dit is zo mooi. Dit is namelijk een burgerinitiatief. Ontstaan vanuit een burgerinitiatief. En wat is er gebeurd? De buurt zag in 2013 dat dit gebiedje te koop stond. En toen dachten ze, ja, maar dit gebied moet niet verloren gaan. Er moet gewoon natuur ontwikkeld worden. Die cultuurhistorie is hier belangrijk. We gaan het proberen te kopen. Maar ze hadden natuurlijk geen geld. En wat deden ze nu eerst? Hebben ze Brabants Landschap gevraagd of zij die 6,5 hectare voor konden financieren. Nou, dat heeft Brabants Landschap gedaan. En intussen zijn ze begonnen met crowdfundactie. Ze hebben certificaten uitgedeeld. En zijn via subsidies van allerlei fondsen zijn ze aan €310.000 gekomen. Fantastisch. En toen hebben ze dus dat gebied uiteindelijk in 2015 gekocht. En vanaf dat moment is dit een heel mooi natuurgebied. En daar mogen we zomaar in wandelen. Want het is helemaal openbaar. Vooral hier dit prachtige Laarzenpad. Dit is het Laarzenpad. Dit is het Laarzenpad. En daarom hebben we de laarzen aan. Ja. En dan gaan we een eindje wandelen. Doen we. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Volgens mij, waar we hier nu staan, dat is volgens mij iets heel bijzonders. Maar je hebt een foldertje meegenomen, ja, van het natuurbeleefpad. Ja, dit is de folder van een natuurbeleefpad. Ja, kijk, oh, daar heb je de kaart. Kijk eens. En we zijn hier begonnen bij 1. Ja. En dan moeten we even kijken wat 3 is. Dat is het hazenduct. Oh, wat leuk. Het is een viaduct, ja, voor hazen. Ik snap het helemaal, want kijk, dit schapenraster, daar kunnen die hazen niet door. Dat zit veel te dicht op elkaar. En die leven natuurlijk in dit gebied, maar die willen ook graag wel eens een keer naar dit gebied, ja, toe. En die kunnen hier dan onderdoor. Kruipen er onderdoor. Ah, ja, dat kun je daar heel goed zien. Ja. Ja, geweldig. Leuk, hoor. Ja. Ja, dat is wel mooi gemaakt. Mooi gemaakt. Ja. Ja, er staan hier al een heleboel van die mooie, ja, planten. Kijk, en hier staan ze nog in bloei. Zie je dat? Prachtig. Bloei, ja. Zie je dat? Hoe mooi deze. Ja, maar dit zijn toch pikkers? Ja, misschien noemde jullie dat zo, maar officieel heet ze akkerdistel. Oh, een distel. Een achterdistel, ja, precies. En, maar heel veel mensen willen ze weg hebben, maar dit is een hele belangrijke plant, want die hebben heel veel nectar in de bloem zitten. En ze hebben heel veel stuifmeel, dus hartstikke goed voor een heleboel bijen, voor zweefvliegen, voor hommels. Kortom, die komen hier allemaal op af. Dus ik ben zo blij dat ze het hier ook hebben laten staan, want het hoort echt thuis in dit, ja, soort, ja, ja, landschap. Niet alles mee wegmaaien. Niet alles wegmaaien, nee. Gewoon laten staan. Ja, ja, handig zo'n kaartje. Ja. Dat is leuk. Ja. Oh, ja. Nou, kijk, daar staan de koeien. Ik denk, nou snap je ook waarom we laarzen nodig hebben, want ze zien nog steeds kletsen, ja, af, hè? Door de vocht alleen, ja, al. Vocht, ja, prachtig, hè? Ja, dit hele gebiedje, Dommelbimt, bestaat dus in 6,5 hectare. Ze hebben dus een stukje weiland, dat is 4 hectare. Ze hebben bimt, hè, de beemde. Vroeger was dat alleen maar gebruikt als hooiland en dan noemden ze hier een bimt of een beemd. Daar komt ook de naam Dommelbimt. Daar komt de naam Dommelbimt vandaan. En dan hebben ze nog een 0,5 hectare aan moeras. En die koeien die worden ingezet voor het beheer van dit gebiedje ook. Ja, want zijn die koeien nou van de stichting, van Stichting Dommelbimt? Nee, die zijn niet van de stichting, die zijn van een boer. En die boer die schaart ze hierin, zo heet dat dan. En die koeien worden dan verder, zeg maar, zijn heel nuttig om te zorgen dat het, zeg maar, een beetje weiland blijft. En dat er allerlei biodiversiteit in gaat schieten, dus heel veel plantensoorten. En ze hebben een eerste onderzoek gedaan, al ze 100 soorten planten gevonden in dit hele gebied. En nu al, zeg maar, veel meer, oh, ja, van dat soort. Dus, ja, want zij moeten het grazen, zeg maar. Ja. En dan hebben zij eten. Dus eigenlijk een wisselwerking tussen, ja, de boeren. Zij en de hebben, precies. Ja. Maar wat zijn er nou voor koeien? Want het zijn geen standaard roodbondvee. Nee. Dit zijn
Blonde Danquetin. De Blonde Danquetin is echt... Blonde Danquetin? Blonde de Anquetin. Ja, prachtig. Het gebied van Anquetin. Er zijn dus vleeskoeien, hè, vleesrunderen. Die ook zeg maar, in Frankrijk zo altijd werden neergezet als vleeskoe. En ik volgens mij hebben ze ook allemaal een naam, want dat staat in het foldertje. Ja, daar heb ik net al toen wij hier naartoe liep even gekeken. Ze heten volgens mij allemaal Bertha. Oh, wat leuk. Bertha! Nou, Bertha! Ons moeder. Bertha 1, Bertha 2, Bertha 3. Onze moeder heette vroeger Bertha, maar dat vond ze helemaal niks. Ze heeft zo'n naam gauw veranderd in Beb, want al die koeien heet ook allemaal Bertha bij onze oma Jan. Kom, we gaan verder. Ja, maar vleeskoeien dus. Ja, vleeskoeien. Kijk, hier is wat een prachtige mooie rode bessen, Inge. Dat is het bes van de Gelderse roos. En ze hebben hier heel veel struiken geplant. Dat hebben ze allemaal expres gedaan voor allerlei vogels en zoogdieren. Maar deze Gelderse roos is heel bijzonder. Die wordt op het laatst pas opgegeten als er een nachtvorst overheen gegaan is. Dus die blijven altijd heel lang hangen. Hoe komt dat er zo... Omdat die heel zuur zijn. Die zijn erg zuur. Ze zijn wel picky. En door de nachtvorst worden ze wat zoeter en dan pakken vogels ze pas. En wat ze hier gedaan hebben, is een prachtige houtwal. Dat is voor vogels, maar ook voor zoogdieren. Daar hebben ze ook allerlei zoogdieren hebben ze, zeg maar, hier zitten. Welke zoogdieren? Nou ja, er zitten bijvoorbeeld zeker muizen. Ze hebben hier ook een muizenonderzoek gedaan. En er is uitgekomen dat er bosmuizen hier zeker zat, woelmuizen hier zeker zaten. En nou, ik denk ook wel spitsmuizen. Kunnen mensen nou deze bessen ook eten? Nee. Zijn echt giftig? Nee, niet giftig, maar ze smaken niet. Oh. Ze smaken gewoon niet. Oké, wil je er een proeven? Nee, ik wil er geen proeven. Ah, kom op, Oké, ik zal er eentje openmaken. Kijk, en die is hartstikke zuur. Valt mee? Nou, ik vind van niet. De Dommelbimt heeft ze aangesloten bij het Brabants Natuurnetwerk en dat is heel erg belangrijk. Sinds 2016 hebben ze die status gekregen. En waarom is dat zo belangrijk? Het Brabants Natuurnetwerk is eigenlijk in feite een deel van dat in heel Nederland alle gebieden, natuurgebieden aan elkaar aangesloten worden, zodat dieren zich makkelijker kunnen bewegen door die natuurgebieden. Want als er een stad is of zo, ja, dan is dat lastig omdat de dieren niet door kunnen. Dus zo'n natuurnetwerk, dat is een verbindingszone tussen een heleboel natuurgebieden. Hoe komt er nou dat ze erbij mogen horen? Nou, omdat hun doelstellingen duidelijk zijn. De doelstelling is zeg maar betere natuur. Een mooie landschappelijke waarde is hier. En cultuurhistorie is hier aanwezig. En het loopt langs de Dommel. Dat betekent ook dat het een mooie insluiting is van alle andere gebieden die hier ook langs liggen. Ja, dus dat is echt perfect. En ik vind het echt fantastisch wat ze hier gedaan hebben. Maar ik zie daar een ijsvogel. Ja, dat wie weet. Zullen we eens kijken of we tegenkomen? Kijken. Wie weet. Ja. Frans, dat gaan we ook eens proberen, hè? Er is hier van alles te beleven. Het stelt een pad. Ik loop op hetzelfde. Nou, draaien. Mijn voeten laten. Nou, Bos natuurlijk sportief heet dit. Bos sportief. We zijn hier in het moerasstukje. Dat is een van de onderdelen van zeg maar, de Dommelbimt. En dan hebben ze dus weiland en ze hebben het hoorland en dat ligt hier tegen de Beka. Dat ging heel dus dit is dan de Bimt. Dit is de Bimt? En de Bimt en dan daar halen ze het hooi vandaan. Het was vroeger, ja het is nou niet zo nat, dat is juist het probleem. Maar vroeger die hooilanden, die Bimden, daar konden ze niet op grazen. En ook nu moeten ze dan heel zorgvuldig mee omgaan met die Bimden. Want dat is zeg maar kletsnat. Ja. En als je met de zware machines eroverheen gaat, dan druk je alles kapot. Dus ze hebben een soort wetlandtrekkers. Dat zijn dus trekkers die zeg maar het bodem eigenlijk niet beschadigen. Zo kun je het feit zeggen. Wetland. Wetland is nattig gebied. Hey, maar dat heeft ook te maken met laagte, hoog, laag. Ja, ja. Dus die weilanden liggen wat hoger. Ja. Die beemden liggen wat lager, het moerasgebied ligt het allerlaagst. Ja, dat en dat is logisch tegen de Dommel aan. Ja, en het water gaat natuurlijk naar het water komt van de hogere gedeelte naar de Dommel toe. Ja. Oh, oké. Nou, interessant. Dat is het verhaal. Leuk, hè? Ja, echt. En dat hier gewoon zomaar in het centrum van Boksel eigenlijk. Ja, mooi, hè? Ja, dat is fantastisch.
Aan de boorden van de Dommel staan we nu. Hè? Mooi het Laarzenpad gelopen. En ja, de Dommel is toch wel een prachtige, zeg maar, mooie blauwe dooradering van Brabant. Ja. Een van de mooiste rivieren die ik persoonlijk ken. Ja, en weet je wat ik zo mooi vind? Hè? Dat die zon op dat water weer gaat. Ja, zo altijd meer kaatsingen krijgt en zo. Hè? Dutmala heette die in het verleden. Dutmala. Had te maken met dat er waarschijnlijk veel riet en of lisdodder langs stond. En dat het een nat gebied was. Maar Dutmala is dus riet. Dutmala betekent deel dut, is dus zeg maar lisdodder of riet. En mala betekent nat. Oh. En dan springt in België, op 85 kilometer door ons Brabants landschap. Ja. Het hoogste punt waar hij begint is 77 meter. Dus dat is een fantastisch mooi dat hij dan ons Brabants landschap zo aandoet. Ja, dat is prachtig. En hij tekent het, hè? Hij tekent het zo mooi, de Dommel. Ja, hij tekent. Geweldige rivier. Hij tekent mooi. Ja. Mooi Goed, we gaan weer terug, want anders blijven we hier mijmeren. Mijmeren? Nou, Inge, dan moet je even deze kant op blijven kijken. Oh, oh. En mij het voortje even geven, want we gaan nog iets leuks doen. Iets leuks doen? We zijn op een bepaald punt gekomen waar we heel leuk... Dan moet jij je schoenen en je sokken uittrekken. Oh. Want je gaat nou de natuur beleven op een heel mooie manier met je voeten. Maar hoezo? Wat moet ik uittrekken? Alleen je laarzen en je sokken. Verder moet ik niks uittrekken, ja, want dan hebben we veel meer kijkers in één keer. Dat wil ik ook niet hebben. Oh, alleen maar je sokken en je laarzen. Ik hou je vast en dan doe je daarna je ogen dicht. Oh, ook nog? En dan leid ik maar je hebt er geen handboei of zo? Nee, dat was een andere film. Kom. Ik vind het wel eng hoor. Nee, het is helemaal niet eng. Je hebt toch alle vertrouwen in mij? Nou ja, daar heb ik zeker van. Oh, goed zo. Sokken uit. De sokken die zitten er al in. Want... Oh, en de andere laarzen. Oh, wat een mooie tenen. Ja, ik ben op vakantie geweest. Nou, je ogen dicht doen. Oh jongens, toch? Ogen dicht doen. Ik hou je vast. We gaan eerst eventjes hier lopen. Lekker in het gras. Ja, dat is lekker. Gewoon puur gras. Puur gras, ja. Dan gaan we heel voorzichtig. Jezus. Nou, heel voorzichtig. Dan moet je je voet even naar rechts zetten. Stap je op een balkje. Voel je het? Auw. Een balkje. En kom maar. Nou, wat een ontspanning zeg. En nou hierin. Ah! Wat is dit? Ja. Houtskool? Nee, het is geen houtskool. Je bent er bijna. Voel eens heel goed met je voet. Het is hard. Het lijkt wel een hout of zo. Ja. Oh. Zie je? Lijkt wel... Zo'n stukjes hout, hè? Kurken van wijnflessen. Ja. Nou, wat is deze niet? Nou, je ogen weer dicht, dan draai ik je even twee keer rond. Twee keer? Ja, dat is... Jongen! Verdorie, ik heb niet zoveel eelt onder mijn voeten. Mijn god, wat gaan we doen? Naar deze kant op. Hou me vast. Ik hou je vast. En waar staan we nu? Ik even voel het met mijn teen, hoor. Voel eens met je teen. Graag maar eens. Oh, dit is wel lekker. Dat vind ik wel fijn. Wat denk je het is? Ik denk harde grond of zo. Ja, gewoon zand. Nou, het is wel leuk. Oh. Dan mag je ogen open doen, want er ligt nog meer. Dus het heet het blote voetenpad. Door niet te kijken, leer je met je voeten te voelen wat er allemaal aan materiaal is. Oh. Leuk, hè? Ja, hartstikke. Blote voetenpad. Nou, gezellig. Nou Frans, we hebben het Laarzenpad helemaal gelopen. Hartstikke mooi. Natuurbeleefpad, zoals het ook bij is. Daar heb ik dingen van gedaan. Ja, het is een fantastisch beetje. En een burgerinitiatief. Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat dit gelukt is. En leuk ook op het blote voetenpad en zo. We hebben echt heel leuk. Mooi voorbeeld voor andere initiatieven. Maar ik zie dat jij nog op blote voeten bent. Ja. Nog één klein dingetje wil ik jou laten voelen. Even je ogen dicht doen. Je vertrouwt me toch helemaal. Even je ogen dicht doen. Okay. Handen voor je ogen. Dan neem ik je even mee naartoe. De laatste beleving van deze dag. Ja. Nou, dat is een geweldige. Dat weet ik heel zeker. Ja. Nou, heel voorzichtig je voeten nu omhoog tillen even, omhoog en dan neerzetten. Ah! Oh my god. Mooi hè? Dit was boksen natuurlijk. Leuk hè? Graag tot de volgende keer. Godverdomme. Oh my god. Moet ik kijken. Ja, dat is poep. Godverdomme Frans. Godverdomme. Hebben we iets om mijn voet schoon te maken? Want, We hebben helemaal niks. Ja, kom. Nee, roep. Doe niet flauw. Geef. Nu.